Mijn naam is Linda Hassani en ik ben PhD-student bij de afdeling interne geneeskunde van het Erasmus MC in Rotterdam. Mijn onderzoek gaat over de link tussen migraine en hart- en vaatziekten. En hierbij nemen wij seksaspecten, diversiteitsaspecten en genderaspecten in acht. Migraine is een hersenziekte. Het is meer dan een gewone hoofdpijn, omdat het ook wordt gekenmerkt door bijvoorbeeld misselijkheid of overgevoeligheid voor licht en geluid. Migraine komt 3 keer vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. Daarnaast is migraine een hele belangrijke risicofactor voor het ontwikkelen van hart- en vaatziekten. Dit is eigenlijk nog onvoldoende erkend en hier doe ik met name onderzoek naar. Het geweldige aan mijn onderzoek is dat ik op labniveau onderzoek doe, dus in het laboratorium, dat heet ook wel bazaal onderzoek, maar ook klinisch onderzoek doe met patiënten en epidemiologisch onderzoek met grote databases. Daarnaast voer ik op dit moment een maatschappelijk project uit waarbij ik de diversiteit van studiepopulaties in migraine-studies, maar ook in studies naar hart- en vaatziekten, wil verbeteren. Zo zijn bijvoorbeeld etnische minderheden op dit moment ondervertegenwoordigd in veel studies. En door middel van dit project willen we eigenlijk de participatie van deze minderheden bevorderen. Hoewel we steeds meer vrouwelijke wetenschappers en vrouwelijke geneeskundestudenten zien, is het glazen plafond nog steeds niet doorbroken. En dat merk ik ook persoonlijk. Ik heb als vrouw toch altijd het gevoel dat ik iets harder moet werken dan anderen misschien. Zeker met een migratieachtergrond. Ik ben enorm dankbaar voor deze geweldige prijs. Het zal een goed opstapje zijn voor mijn toekomstige academische carrière als artsonderzoeker. Daarnaast hoop ik met deze prijs een stem te kunnen zijn voor vrouwelijke onderzoekers en vrouwelijke studenten. En het geld wil ik graag stoppen in ons maatschappelijk project om de diversiteit van studiepopulaties te bevorderen.